De Alversterentocht van Jochentjen 63, woont troch Reinier Paping, wie troch de waasomstandigheden behoorlijk zwier. Van de toerrieders finishten erbij gelijks maar 69. De laatste omkomende rieder, om kwartier van 12 nachts, wie Sjors Zwijgman. Joert zal hij in Tuschinski in Amsterdam de speelfilm De Hel van 63 als een van de eerste sjen. En daarna moet hij er wat van vinden. Want als er iemand is die het weet hoe de realiteit wie, dan is het Zwijgman. Het is dus geen documentaire, waar je straks naar gaat kijken. Het is een speelfilm. Onwezig is ook actrice Tjava voor in het Holt, die Annemiek in de film speelt. Inje van de haatroom. Ik kan green cheese en... Boeterbrie. Boeterbrie. Wil dat niet zien ze kind? Ze kon je keine brochte vries. Van die dingen. Geleerd. Doe nou maar niet zo groot. Elk zakken we erdoor. Wel nee, Friesland is een stukje van de Noordpool. Ik vind een hele mooie creatie, een heel mooi aandenken van 1963. Een scène die heel veel indruk op mij heeft gemaakt om hem terug te zien, maar ook om hem te spelen, was de scène dat Melle onder het ijs komt. Was ook een van de eerste draaidagen. Toen was alles nog nieuw, het was ontzettend koud. En dan zie je dat ook terug en ontzettend emotioneel natuurlijk. En dan, ja, omdat de spelen heeft indruk gemaakt en om... Want ja, je leeft je toch wel in en dat is wel heftig. En om het terug te zien, ben ik blij dat het overeind is gebleven. Je ziet wel, hè, en dat merk ik wel, dat is in het buitenland ergens anders. Dat is niet in Friesland opgenomen. Hè, maar uiteindelijk heel leuk. De hekken erbij, de afbakening erbij over het meer met de takken. Alles is eigenlijk heel geloofwaardig. Hè, en tussen het riet door, heel geloofwaardig. Voorgedragen. Denk je dat die klopt, die film? Je bent na 63 geboren, heb ik het vermoeden. Ja. Denk je dat die klopt? Ik denk wel dat de film klopt, ja. Ik ben er eigenlijk bijna wel zeker van. Natuurlijk zijn er altijd dingen die anders zijn. Het is een film en je moet het romantiseren. En bovendien, de film speelt zich af op de punten. En dat vond ik interessant aan dit verhaal. Het speelt zich af op de punten waar toenertijd geen camera stond. Dat betekent, beste luisteraars, dat de Elfstedentocht die eind december 1961 nog werd afgeblazen, dit jaar wel zal doorgaan. Een keer toch? Ja! Een keer toch? Ja! Ja! Je was er in die eenzaamheid. Hè? En nu staan daar duizenden mensen langs die route van Dokkum naar Leeuwarden. Al reacties gehad? Een paar, ja. Ja, positief. Ja? Ja, heel fijn. Ja, mensen die allemaal wel mee waren van begin tot eind, heb ik begrepen. Dus ja. Iemand die zenuwachtig is, jij was dat vanmorgen, ja, is bang voor de afloop. Waar was je dan nog bang voor? Ja, natuurlijk ben je als actrice altijd bang voor kritiek. Voor dat het niet goed is, dat het niet geloofwaardig is, dat het... Ja, gewoon het kritiek op mijn spel. En dat mensen het verhaal niet geloofwaardig vonden. Dat ze toch niet meegaan. Dat het daar blijft en niet bij jou komt. En heb je nog om je heen gekeken? Volgens mij is het wel overgekomen. Dacht ook wel. Ja. Nou zijn we hier om die film te beoordelen, hè? Veel positiefs. Ik wil toch ook even de andere kant horen. Wat vond u nou gewoon iets minder? Ja, iets te veel lawaai vind ik erin. Hè? Maar misschien is het dat omdat het mijn leeftijd is. Dat ik denk, jongen, wat een lawaai. Dat hoeft er voor mij niet bij. Wij zijn, als je aan het schaatsen bent, is het een eenzaamheid. Hè?
voor mij nog de vraag, tevreden over het slagen van deze film? Volmondig ja. En ik ben nooit tevreden, want ik vind mezelf redelijk kritisch altijd. En ik vind dat er altijd dingen binnen die beter kunnen. Ja. Maar het gevoel over de film is, is wel heel goed. En mensen die hem zien tot op heden, die binnen dusdanig enthousiast dat we denken dat we wel een film maken die bij een heel groot publiek, breed publiek aanslaan. Ja. Hoe vond je de film? Nou, schitterend. Ja? Ja. Nee, maar echt? Ja, ik heb tranen in de ogen gehad. Ja? Ja. En wat voor moment? Het laatste. Alles komt weer boven. En ik vond het zo echt. Het was, ik herkende er alles in. Ja, tot aan die hekken, daar op de Murk toe. Dat wij daar lopen te baggeren in dat laatste stuk. Ja. En dat je die hekken ziet. Ja. Ja, daar zijn wij overheen geklommen met onze schaatsen onder. Ja. En dat staat je nog altijd bij. Ja, ja. Ja, nou ja, mooi compliment kun je mij net aan. Wat jou mooi vinden, dan is deze film slagen. De hel van 63 is van Sontje in december al de Sjen in meer dan 100 bioscopen.